denk aan insecten, kleine insecten, kevers misschien, vlindertjes, nachtvlinders. Maar vogeltjes, dat is toch wel heel bijzonder. En dat is niet zomaar één keer, dat is echt juist in de trekperiode. Als er dus veel zangetjes overvliegen, of een grotere dieren, maar ik pak niet. Dan verdwijnen er wel wat vogeltjes uit de lucht. Is om in 50% van de dieren die dan in een bepaalde groep zit, die eet